Welkom bij Doe-het-zelf ideeën. In deze video gaan we tekenen. Ik ga je laten zien hoe je Snoopy kan tekenen. Je kan hem dan stap voor stap natekenen. Dit is al het eindresultaat, dan heb je een idee van wat het wordt. Wat heb je ervoor nodig? Voor een Snoopy tekening heb je eigenlijk niet zoveel nodig. Je hebt een potlood nodig, dat kan je gebruiken om een kladtekening te maken, dan is zo'n gommetje aan de achterkant wel handig. Je gaat ook een stift nodig hebben en een blad papier. We gaan het dus stap voor stap doen. Aan het einde ga je dan een echte Snoopy hebben. Het is dus niet de bedoeling dat je deze video in één druk uitkijkt, maar dat je hem na elke stap stopt, het zelf tekent en dan aan het einde een Snoopy hebt. Laten we eraan beginnen. Snoopy is al af in het klad. Lijntjes die ik niet zo goed vond, die heb ik alweer weggegumd. Dan ga ik hem nu overtrekken met een zwarte viltstift, dan zie je hem veel beter. Alle potloodlijnen die je nog kan zien, die moet je nu nog weggommen natuurlijk. Doe dat pas als je viltstift gedroogd is, want anders ga je die uitsmeren. En zo is Snoopy ook af dan. Als je alle stappen hebt meegevolgd, dan zou je Snoopy er nu zo uit moeten zien. Als jullie zin hebben in nog meer van deze handleidingen voor het tekenen, laat dan weten bij de reacties en laat ook weten wat voor beelden, wat voor tekeningen jullie zouden willen zien. Geef me een thumbs up als je het een leuke video vond. Vergeet ook niet de andere video's op het kanaal te bekijken, we hebben nog meer tekenvideo's en dan tot volgende keer!